Er worden bij sportclubs vaak fantastische initiatieven genomen. Andere clubs zouden er veel van kunnen leren. Toch gebeurt dat eigenlijk niet zo vaak. Heel vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Daarom heb ik het initiatief genomen voor het grote ideeënboek voor sportclubs. In dit boek zijn meer dan 250 briljante ideeën, ludieke acties, praktische tips en handige trucs bij elkaar gebracht. Om clubbestuurders te inspireren en te stimuleren om meer over de schutting te kijken, ga ik in de komende weken op bezoek bij een aantal clubs die in het boek staan. Clubs met ideeën die zo geweldig zijn dat je ze zelf verzonnen zou willen hebben. Ga je mee? We zijn vandaag te gast bij roeivereniging De Hertog in 's-Hertogenbosch. In de camera staat Tom Kemp. Tom, wat is De Hertog voor een vereniging? Ja, De Hertog is een burgerroeivereniging hier in Zuid-Nederland. Ruim 25 jaar geleden zijn we hier begonnen. En inmiddels hebben we iets meer dan 450 enthousiaste leden die samen de vereniging runnen en enthousiast met roeisport bezig zijn. We hebben jou gevraagd om voor de camera te verschijnen om iets te vertellen over het toegangssysteem. Jullie hebben een bijzonder toegangssysteem bij de club. Ja, dat klopt. Ik ben daar als vrijwilliger verantwoordelijk voor het beheer van het toegangssysteem. En toen wij 7 jaar geleden hier het nieuwe gebouw bouwden, toen was een van de onderwerpen die aan bod kwam was het sleutelbeheer. En wat typisch is voor roeiers is natuurlijk dat het heel lastig is om je sleutelbos met je autosleutels en je huissleutels om die mee te nemen in de roeiboot als je het water opgaat. Dus we waren op zoek naar een wat praktischere oplossing. En de oplossing waar we uiteindelijk bij terecht zijn gekomen is een oplossing waarbij we gebruik maken van een vingerscanner om de deuren te openen. Het voordeel voor de vereniging is dat het hele beheer van de sleutels is natuurlijk een heel stuk vereenvoudigd. Als iemand lid af is, dan wordt zijn vingerafdruk gewist en heeft hij geen toegang meer tot het gebouw. Bijhouden van wie alle sleutels heeft, het zorgen dat het weer ingeleverd wordt. Wat ga je doen als iemand sleutels verliest? Dat is dus allemaal niet aan de orde. Dat kunnen we allemaal via de computer, via de software regelen. Hoe is er door de leden gereageerd op dit nieuwe systeem? Leden hebben heel positief gereageerd op dit systeem, omdat het toch een aantal voordelen brengt. Zoals dat ze dus hun twee sleutels altijd bij zich hebben. En dat ze dus op elk moment wanneer zij van de faciliteit gebruik willen maken, toegang hebben tot de sportaccommodatie. En dat is toch wel een heel groot voordeel. Daarnaast is het ook voor roeiers wel heel handig dat ze dus geen sleutels in de boot hoeven mee te nemen. En dat is natuurlijk een praktisch voordeel. Twee vingers, zeg je? Jullie scannen twee vingers van alle leden? Ja, we scannen twee vingers van alle leden. En dat doen we omdat het kan voorkomen dat als leden bijvoorbeeld thuis aan het klussen zijn, dat ze dan één vinger een hele slechte afdruk hebben. Of dat ze een pleister om hun vinger hebben en dan kunnen ze altijd de andere sleutel gebruiken. Is het een kostbaar systeem? Ik denk dat je per deur ongeveer tussen de 300 en 500 euro moet rekenen voor de vingerscanner en de magneetsluiting, of dus het elektrische slot. Ton, is het veel werk om alle leden hun vingers te laten scannen? Nou, 450 leden moeten gescand worden. Dus, en voordat al die leden een keer op de vereniging aanwezig zijn, is het wel een hele klus, maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk elk jaar in kleine stapjes. En het ritme van de vereniging heeft een aantal momenten dat we veel leden bij elkaar hebben. En dat wordt dan ook gebruikt om het even efficiënt te doen. En per scan heb je ongeveer een 30 seconden tot 1 minuutje nodig. Dus voor de leden zelf kost dat heel weinig tijd om je vingers te laten scannen. En
Nou, dat combineren we dan ook bijvoorbeeld met een fotootje voor het smoelenboek. Dus dan hebben we dingen gecombineerd en dan is het voor iedereen prettig. Mooi idee toch? Ben je benieuwd naar nog meer ideeën? Kijk dan volgende week weer. Wil je niet zo lang wachten? Bestel dan zelf een exemplaar van het grote ideeënboek voor sportclubs. Dat kan hier. Tot de volgende week.